In 2015 ben je uitgeroepen als Limburgse renner van de toekomst. En het rijtje staat slechts Rob Ruig, Roy Curvers, Wouter Poels, Tom Dumoulin. Ja, nog nooit gehoord dat rijtje, maar dat klinkt wel goed. Er staan mooie renners tussen. Hoe ben je eigenlijk op de fiets beland? Ja, dat is via mijn vader gebeurd eigenlijk. Die deed op mountainbiken en ik was eerst voetballer. En toen ook eens gaan fietsen. En van het een kwam het ander. En eerst nog een combinatie, maar dat ging niet zo goed. Want, ja, eerst op zaterdag voetballen, zondag wielrennen of veldrijden. Maar ja, dan ging het veldrijden niet zo goed. En toen uiteindelijk alleen nog gaan veldrijden. Maar wat is er nou zo leuk aan om met je fiets door de modder te baggeren? Ja, het hoeft niet per se modder te zijn, maar vooral, ja, het is snel. En je kan ook zelf bepalen eigenlijk hoe hard je gaat. Dus je kunt je grenzen verleggen. En het is leuk om te winnen. Hoe bouw je nou eigenlijk je conditie op? Trainen en rusten. Dat is eerst veel trainen, veel investeren en dan rusten, goed je rust pakken. En dan word je daar beter van. Maar wat bedoel je met rust pakken? Een beetje doelloos op de bank zitten, dat is... Nee, ja, het is meer dat je een paar weken hard traint en dan hard en veel. En dan doe je wat rustiger, een week rustiger aan. Dus je fietst wel, maar de intensiteit is lager en de trainingen zijn wat korter. En dan hou je dus meer tijd om te rusten. Zeg maar. Hoeveel uur per week train je dan? Dat verschilt ook met de wedstrijden. En in de voorbereiding is het meer. En dan is het al rond de 17, 18 uur. Maar in een wedstrijdseizoen gaat het meer naar de 10, 11, 12 uur. Per week? Ja, per week. Ja. En wat doe je dan buiten die tijd om? Ik zit in Tilburg op school op de universiteit. Daar studeer ik bedrijfseconomie. Is dat te combineren? Ja, ik heb ook lang getwijfeld. Van zal ik HBO in Sittard of op de universiteit? Maar ja, ik kreeg toch feedback van de universiteit is meer zelfstandig en minder contacturen dan op het HBO. En ja, dat was wel eigenlijk de keuze was toen zeg maar snel gemaakt. Want ja, op de universiteit veel meer vrij, dus je kunt meer je eigen ding doen, zelf plannen. Ja, en dat is voor topsporter wel makkelijker. Binnen nu en 1,5 jaar, in ieder geval volgend jaar met veldrijden, dan moet ik er staan, dan wil ik er staan. Ik ben nog met veldrijden erbij, dan zeg ik dat goed. Nog 2 seizoenen weg, op de weg belofte rennen. En nog na dit seizoen nog 1 seizoen veldrijden belofte in mijn categorie. Ja, in die categorie wil ik er wel staan. Want daarna wordt het lastig om prof te worden. Dus binnen nu 1,5 jaar moet het zijn, ja. Heb je het mountainbiken helemaal afgezworen? Nee. Ik heb vorig jaar minder gemountainbiked. Vind ik wel jammer. Dus dit jaar ga ik daar wat anders aan doen. Ik ga wel meer mountainbiken weer. Ja. Mountainbiken Tokio 2020. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval eerst weer wat meer doen dan vorig jaar. Want ik deed het op een hoog niveau en veel internationaal. Vorig jaar 1 wedstrijd slechts gereden. Dus nu eerst weer oppakken. En winnen in Tokio. Wie weet. Als veldrijden ook Olympisch wordt. En misschien mountainbiken. Of op de weg. Kan allemaal nog.